Potato Week en dat is mee. Potato Squad! Ja, waarschijnlijk kijk ik mijn ouders me heel graag aan. Hey! Hey papa! Hey! Dus ja, nee. Hele gauw. Je weet wel. Ik heb vakantie in Spanje. Ja. Mijn mama, mijn mama en vriendin van haar. Ik heb weer elke dag gevlogen en ja, veel mogelijk. Ja, van Lotte, je weet wel. Onderlogen me. Ja. De eerste keer dat ik vlog. Geen deel weg. Ja, ik. Ik heb wel zo vaak vloggen en zo en zo, ja. Ja, ik heb de tussentijd, het is avond hier, de tussentijd niks gefilmd omdat, ja, dat weet ik maar. Het is donker, dus mag geen geluid aan. Dus ja, morgen gaan we nogal wat doen denk ik niet. Verkenning. Verkenning. En ja, ik moet een beetje stil zijn, want we zijn hier een beetje laat, is nu bijna 12 uur. Dus ja, een beetje stil zijn hier. Dit is het plannetje waar we zijn. Ik heb, om eerlijk te zijn, alhoewel. Ik heb geen idee waar wij zitten eigenlijk, maar oké. Dus ja. Ja, we zien morgen wel hè. Dus ja. Waar is hier het zwembad? Awesome. Ah, dat is dat misschien. Ja, dat is dat. Ah, voilà, we hebben iets ontdekt al nu. Ik zie daar nog iemand lopen. Rechts van. Zo zijn. Dus ja. Je weet, ik ben goed aangekomen. En ja, ik denk dat ik voor vandaag gaan stoppen. Er is zelfs een gym. Dus ik denk dat ik nu wel voor nu ga stoppen. Dan als ik opsta, ja, ik doorfilmen, je weet wel. Casual vlog stuff. En dus ik zou zeggen, Potato Squad out. We zijn hier in, waar zijn we? Daar is een container. Waar zijn we? Hoe waar zijn we? Ah ja, we zijn in Kayama. Bij mij heb ik geen idee. Kom, we gaan naar de deur. Dit is donderdag. Donderdag, hè, tegen mij. We zijn op de ambachtenmarkt. Ja. Dus, hoe laat? Beetje laat filmen eigenlijk, ja, een beetje vergeten. Jongens was zieken. En dus kan 4 uur. Ik heb eens een uur bij schoenen moeten staan, helemaal niks doen, gezellig. Klap. Dat is wel awkward als in die kerel bij 2 vrouwtjes zitten, maar zeg, dat zal wel moeten leven zeker. Want dat kan ik met mee lachen. Met die bussen. Ja, met bussen. Ja, ik zie het. Ja. Zoals een dingen te doen, maar... Het is niet echt een echt zo gaan, dat is mezelf. Artisanale markt. Ja, maar dat is niet eigenlijk als je zo gaan. Jij misschien wel. Jij misschien wel. Dat is voor de locals. Jij misschien wel, hè? Ja, maar het is voor de locals producten. Ja, dat wel, dat wel. Dat is wel fijn om te zien. Kijk, ja. Zo'n lerenbankje. Dat we dat niet schoon vinden voor te hebben. Eigenlijk wel. Dat vind ik wel knap. Dat vind ik voor 10 euro waard. Ja, die zijn schoon. Ik vind het wel fijn eigenlijk. 10 euro is spannend van prijs. Dus. Ik oplet dat het niet kapot schuift. Nee, nee. Maar ik let er wel op hoor. Het loopt wel een beetje door, hè? Dus. Het is echt maar wat je ervan vindt, hè? Ik zou maar zeggen. Ja. We zijn. Heel mooi uitzicht, zou ik zeggen. Heel mooi laag, ik zeg maar. We zijn terug aangekomen in het huisje. Wat een huisje. Ja, het is 5 na 10. Even geleden dat ik weer nog heb gevlogd. Ja, daarom 4 euro was. Ik weet het al niet. We zijn ondertussen nog gaan eten. Ja, dat zijn de eerste vlogs die ik maak, dus ik zou zeggen... Don't judge me too harshly, but... Maar oké. Ik ga nu douchen, want ik ben echt stikke kapot, by the way. Dus ja, ik heb juist gedoucht. Een beetje waterig schaar, dus een beetje oppassen. Zware. Ja, dat is nog af. Maar dat lukt. Oh ja. Tot eigenlijk met minder lang te douchen. Voilà. Positief denken. Nat maken, douchen. Ja. Nat maken. Ja, misschien heb je al gemerkt dat ik veel van Batman aan heb. Ik weet ook niet hoe dat komt, maar... Ja, ik ben een beetje een Batman-fan. Beetje maar. Ooit zal ik daar een video over maken. Ooit. Misschien binnenkort, wie weet. Als ik dan afgesloten vind of niet. Geef deze video een like als je een video wilt zien. Want nu komt eigenlijk een Batman-fan ben geworden. Yay! Ik zit filmpjes nog op mijn naaret opzetten. En goh. Ik ga alles omzetten. Dan ga ik misschien slapen, misschien dat ik al wat ga editen. Dan ga ik slapen. Dus ik zou zeggen, Potato Squad. Eigenlijk weer Potato.